Goedemorgen Jan Franke. Hey. Nu komen we bij een nieuwe uitgave, een PPF-boekje. Ja. Kan jij eens even uitleggen wat een PPF-boek is? Nou, dat is deze. En die hebben al die PPF-boekjes hebben hetzelfde formaat. PPF staat voor Perfectum Praesens Futurum. Dat is Latijn voor verleden, heden, toekomst. En dat is een reeks boekjes die eigenlijk gaan over altijd over de collectie van de ZB. En dat is hier ook het geval. Dit betreft een journaal van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen. En dat berust in de handschriftenverzameling van het genootschap. En die handschriftenverzameling die berust weer hier in de Zeeuwse Bibliotheek. Dat journaal dat is inmiddels gedigitaliseerd en dat maakt het makkelijk om het te transcriberen. Dat is hiermee gebeurd. Met de vervolgslag die ik hierop vervolgens heb gedaan, want dit is een journaal uit de midden 19e eeuw, is dat ik daar een hertaling van heb gemaakt naar wat moderner Nederlands, zodat het ook voor de hedendaagse lezer beter te begrijpen is. Ja, vertel eens, waar gaat het journaal over? Dit journaal dat gaat over scheepsarts Petrus Schansel, die kwam uit Borselen. En die zit aan boord van het schip de Stad Zierikzee 2. Die schreef dit eigenlijk voor zijn familie en dat heeft hij op een hele leuke manier gedaan. Je kan merken dat hij al vaker op zee is geweest. Hij heeft tig reizen hiervoor al gemaakt en daar ook journalen over geschreven. Dus de zeedagen die slaat hij eigenlijk volledig over in zijn journaal. En hij beperkt zich echt alleen tot wat hij ziet als hij eenmaal aan wal komt. Net de tocht voorbij Kaap Horen, die beschrijft hij heel beeldend, omdat dat een hele ruwe zee is geweest. Wat hij ook nog nooit eerder in zijn leven op die manier heeft meegemaakt. Maar daarnaast, als hij in Wales is, heeft hij het over de steenkolenmijnen die dan volop in bedrijf zijn. Hij stapt daar voor het eerst van zijn leven in een lift. Hij beschrijft dat als een plank in de vloer. Ja. Eenmaal in Zuid-Amerika, dan verbaast hij zich opnieuw over de mensen en de gebruiken zoals die zich daarvoor doen. En dat is waar dit journaal eigenlijk vooral om draait. Hij Peter Schansel beschouwt. En hij vergelijkt continu eigenlijk de normen en waarden zoals die in andere culturen gelden met die in Nederland. Zonder daar al te zwaar aan te wegen, want hij maakt echt wel rake opmerkingen soms over dat het in Nederland eigenlijk helemaal niet anders gaat dan in het buitenland. Ja. En wat vooral opvalt in dit journaal is dat hij het heel erg vaak heeft over de dames van lichte zeden die in elke haven stad aantreft. En hij maakt zoveel bijzondere dingen mee op deze reis. Eenmaal in Panama aangekomen, treft hij mensen aan die aan de Gold Rush deelnemen en op weg zijn naar Californië. Nou, dat is echt een stuk geschiedenis gewoon. En dat maakt hij allemaal mee op deze reis. Ja. Dat is op zich is het ook gewoon een zeer interessant inkijkje in de tijd en de culturen van toen. Ja, en hij beschrijft die mensen ook en hoe dat verhaal, dat kennen we natuurlijk inmiddels wel. Van die enkele gelukzoekers die rijk terugkomen, maar hij zegt ook eigenlijk van 90% van deze mensen tegen de tijd dat ze weer terug zijn op hun oorspronkelijke woonplaats. Komen even berooid terug als dat ze naar Californië toe gingen. Ja. Maar leuk om te horen en om te lezen waarschijnlijk. Ja. Nou, dankjewel. Dat schip dat vaart vanaf de reden van Zierikzee naar Cardiff in Wales. En daar pikken ze een lading steenkool op en vandaar varen ze naar Zuid-Amerika. En dat moest nog om Kaap Horen. Kaap Horen is een heel berucht punt in de scheepvaart, omdat het daar altijd waait en stormt. Ja. Het Panama-kanaal bestond toen nog niet, want het schip ging uiteindelijk naar Panama om die lading steenkool te lossen. Vanuit Panama gaat het schip richting Peru. Daar gaan ze eerst naar Callao om in te klaren en vervolgens naar de Chincha-eilanden. Nou, dat zijn hele kleine eilandjes en daar halen ze guano, ofwel vogelpoep, dan wel nitraat
ons huidige kunstmest. Nou, die guano die ze daar ophaalden, die zag er niet zo netjes en reukloos uit als de kunstmest die ik hier voor me heb. Dat moet ontzettend naar ammoniak hebben gestonken aan boord en zeker in de buurt van die eilanden. Dat was dus een nuttig goedje voor de landbouw in de 19e eeuw. En dat is dus de lading die met dit schip werd vervoerd. Het schip waarmee gevaren werd, daar hebben we overigens geen afbeelding van. Alleen het lijkt wel op het schip wat op de voorkant van dit boek staat. Dat is echt wel een wat moderner. Dat was een bark en het was een redelijk groot. Hier is er nog een voorbeeld van hoe zo'n barkschip eruit zag. En, nou, we weten vrijwel zeker dat de stad Zierikzee 2, de stad Zierikzee 1 verging voor de kust. Van Schouwen een tiental jaar voordat dit schip vertrok. Dus dit was de tweede stad Zierikzee. Nou, we weten vrijwel zeker dat die er ongeveer zo uitgezien heeft. Het was een bark, dus met twee dwarsgetuigde masten en een bezaansmast aan de, als achterste. Hier werd ongeveer die guano ingescheept. En vandaar ging het weer in één keer terug. En vandaar naar Queenstown in Ierland en uiteindelijk naar Dundee in Schotland. En heb jij enig idee hoe lang zo'n reis duurde, die tijd? Nou, dat weten we omdat dit journaal van enige data is voorzien. En ze zijn op 3 juni 1850 weggevaren en uiteindelijk arriveerden ze op 10 januari 1852 in Dundee. Zo, dat zijn toch echt trips. Dat voor een beetje poep. Hè? Ja. Uiteindelijk, het is toch wonderlijk. Maar ja, het is wel heel mooi. Oké, dankjewel voor je toelichting.